Tristan, we staan hier weer op het Tetiski Assen na een lange tijd. Voor jou in een andere rol. Kun je er wat meer over vertellen? Ja, momenteel sta ik hier natuurlijk met mijn eigen team. Ja. En dat is de eerste keer dat wij als team Lentic Sports Racing eigenlijk uitrollen naar een circuit. Ja. Door alle corona-gekte, zullen we maar noemen. Dus we zijn heel blij dat we hier kunnen staan. En voor de eerste keer met z'n allen weer bezig zijn met onze droom. Ja, je hebt eigenlijk best wel heel succesvol seizoen gehad in het WK Supersport 300. Uiteindelijk toch hier terecht gekomen. Kun je een beetje vertellen wat daar gebeurd is? Ik had er natuurlijk al een contract getekend voor de 300. Alleen zijn toch wat dingen fout gegaan in het contract waarbij we eigenlijk niet tevreden waren over hoe het zou gaan. En toen kwam dit eigenlijk aan bod, omdat ik goede vrienden ben met Jeroen. En Tristan begint het team en ik heb al gezien hoe hij coacht en weet ik dan, en dat sprak me heel erg aan. En zo ben ik hier aangekomen. Ja, je bent nu eigenlijk weer met je maatje bij elkaar, Victor. Twee vrienden. Hoe gaat dat in het team? Als dat echt wat spannender gaat worden vooraan? Ja, dat gaat wel goed. Die vriendschap blijft altijd wel. We zijn begonnen bij de Moriwaki Cup samen te rijden. En nu komen we weer bij elkaar met 600. Dus, Ik heb natuurlijk altijd al de droom om mijn eigen raceteam te beginnen. Daarvoor heb je wel de juiste mensen op de juiste plaats nodig. En dat viel dit jaar gewoon goed samen qua sponsoring en mensen die mij helpen met mijn droom waar te maken. En toen was het tijd. En toen dacht ik van nu gaan we de knoop doorhakken en we gaan nu bouwen aan iets heel erg moois. En daar zijn we nog steeds mee aan het bouwen. Maar er staat al echt een heel mooi iets. Dus hoe is het nu in de praktijk? Je hebt meegekeken, maar hoe is het in de praktijk? Ja, super fijn. Fijn dat hij ook, zoals in het WK, had ik niet echt iemand die langs de baan ging, een week het allemaal. En nu heb je ook echt iemand die langs de baan gaat en ziet van wat ik anders moet doen en dat is wel echt top. En dat in combinatie dan met Arnold, de dataman, kunnen we dat allemaal uitwerken en dan heb je een hele goede combinatie. Ja, het is een beetje een driehoekconstructie. Als Jeroen dan binnenkomt, dan doet hij zijn verhaal. En dat is vaak uit problemen opgebouwd, want ze willen altijd sneller. Je loopt altijd tegen dingen aan. En eerst is het dan Tristan die even naar Jeroen luistert en die kijkt dan of op zijn rijvaardigheid wat is aan te spreken. Ligt daar het probleem niet en ligt het probleem echt bij de motor, dan ga ik vooral aan het werk. Dan pakken we de data erbij, dan kijken we naar de veerweg voor, de veer achter, of daar rare dingen in zijn. En ook naar hele andere signalen. Hoe gaat dat, die samenwerking dan? Want ik hoor, dan kunnen we van elkaar leren. Hoe zie jij dat? Ja, we kunnen zeker elkaar wel gebruiken om sneller te worden natuurlijk. Ook met dit soort condities, als je iemand voor je hebt waar je aan vast kan haken of met elkaar kan rijden, dat scheelt wel een hoop. In plaats van dat je het zelf al moet uitzoeken. En als ik bijvoorbeeld sneller ben of als hij sneller is, dan kunnen we een sessie achter elkaar aangaan om te kijken wat iemand anders doet. En zo kunnen we elkaar helpen. Doelstelling voor dit jaar is natuurlijk een beetje een raar jaar, maar waar wil je zelf een beetje terecht gaan komen? OW Cup sowieso alle twee voorin dan. En het IDM doen we er ook nog bij, dus het IDM zal wel mooi zijn als we daar misschien top 5, top 10 sowieso de eerste paar keren kunnen eindigen. En het doel is gewoon veel leren. Aangezien het jaar ook al half voorbij is nu natuurlijk, door alles wat er speelt, zou het mooi zijn dat we nog veel ervaring kunnen opdoen. IDM wil ik sowieso een paar podiums hebben gereden en OW Cup ga ik gewoon weer voor het kampioenschap. Hij zegt het met een glimlach, maar gaat het lukken? Ja. Ja, inderdaad. Ons doel is, en dat is nog steeds zo, om gewoon echt uit te komen in het IDM. En alles wat vanuit de OW Cup past in het schema, dat rijden we erbij. Want we moeten gewoon elke meter pakken die we kunnen pakken. Dus het doel is inderdaad in IDM.